je kijkt naar een nieuwe video van Vrouwtjes Hobbetiek. De 52e podcast al. Het gaat heel snel. Mijn naam is Vrouwtje. Ik ben de eigenaresse van Vrouwtjes Hobbetiek. Dat kan niet toepasselijker. In deze podcast video wil ik je meenemen in alles wat ik op creatief gebied aan het doen ben. En een kijkje achter de schermen van mijn webshop. Om te beginnen, ik heb heel veel achteruit gebreid. Ik heb hier een... Ik kan er net bij. Ik heb hier een tas staan met allemaal bolletjes. Dit was de trui die ik voor mijn tante heb gebreid. Die kreeg ik terug, want die zinde niet. Die was niet goed genoeg, blijkbaar. Zij vond het model niet leuk. Of het paste niet goed. Daar ben ik nog steeds niet helemaal achter. Dus ik heb hem uitgehaald. Mijn bedoeling is om daar komende weken weer opnieuw mee te starten. En dan denk ik aan een Flex Light sweater te maken. Dat is een vrij basic model. De achterkant iets hoger dan de voorkant. Alleen over de mouwen loopt een ribbelsteek. En die wil ik gaan vervangen voor een kabel. Mijn tand is niet zo heel groot. Vrij fijntjes. Ook dunne armen. En ik vind dan zo'n ribbelbaan op met ribbelsteek vind ik vrij grof. Dus dat is mijn plan om te gaan doen. Wat ik nog meer gedaan heb, is, ik weet niet waar ik het patroon zo heb. Volgens mij is het de Nordic Light Sweater van Kdovakika. Die was ik begonnen met deze kleur. Ik vind het een fantastische kleur. Het is de Svensk Ul. En dit is volgens mij de 2-draad of de 3-draad. De 2-draad. Nee, 3-draad Svensk Ul. De kleur vind ik fantastisch. Ik was best wel een eind op weg. Toen kwam ik erachter dat ik in de mouwen de kabels totaal wat anders gedaan had. Ik had zelf een kabel verzonnen of zo. Ik weet niet wat ik gedaan had. Die heb ik de steken laten vallen en de steek opnieuw opgepakt. Dat werd niet mooi, dus ik heb hem uitgehaald tot waar de fout zat. Toen heb ik hem een keer aangetrokken en ik vond hem heel hoog zitten. Hij zat echt tot hier de kool, heel strak. Ik vond het garen ook niet helemaal... Ik ben niet blij van het garen met combinatie met het patroon. Dus ook die heb ik uitgehaald. Wat ik hiermee ga maken nog... Ik heb geen idee. Ik heb 10 bollen ervan. Meer dan genoeg. Ik denk erover om een simpel vestje te gaan breien mee. Maar wat precies, daar ben ik nog niet over uit. Ik heb ook dingen wel vooruit gebreid. Waar ga ik mee beginnen? Ik ga gewoon beginnen met wat vooraan ligt. Dat is dit stapeltje. Ik heb de vorige keer laten zien dat ik deze stof had gekocht. Ja, het is wat langer geleden, dus ik moest zelf ook even nadenken. Ik ben 2 weken flinkziek geweest, dus de podcast en de video's, alles is ook 2 weken opgeschoven. Maar ik ben hiermee begonnen met de tas van Hannah Walker. Het is niet echt... het is een tas natuurlijk. Het is zo'n heuptas. Even kijken, dit is de kleine, die maak ik niet. Of dat is de voering. Ik moet nog van het vlieseline halen. Want zij heeft, ik gebruik altijd gewoon de strijkvlieseline. En zij heeft de gewatteerde vlieseline. Heb ik dat wel liggen, alleen is dat voor quilt, dus dat is vrij dik. En dat vind ik dan weer net niet oké voor in een tas. Dus ik heb hier de patroondelen. En die heb ik dus al geknipt met... En de printstof. En ik heb een voeringstof. Ik had nog een restje liggen. Ik weet niet of ik hier nog een klein stukje heb. Het is een heel glad stofje. Wat niet lekker is voor kleding. Maar ik denk het is wel ideaal voor in een tas. Het is, voelt vrij synthetisch. Plasticachtig aan. Maar ja, dat is wel sterk, zeggen ze. Dus daar gaan we het voor. En van dit canvas heb ik maar een heel klein beetje gebruikt. Ik ga even de patroondelen aan de kant leggen. Dat is ik maak dan de large bum bag. En dat is patroon van Hannah Walker. Ja.
Ik begin ook al te strooien. Ik heb een patroon bij haar gekocht. Alleen, het zijn dan echt dat patroon delen. Zij deelt een video. Als jij Hannah Walker intypt op YouTube, dan kom je ook op haar video. En dat is haar instructie bij het patroon. Ik laat het wel lekker vallen alles vandaag. Nou, kijk. Ik had best een groot stuk stof. En ik heb eigenlijk zo'n hoekje eruit gebruikt. Dus ik heb van, nou ja, van die 1,40 meter. Volgens mij is deze kant nog helemaal intact. Echt heel veel over. Ik weet niet wat ik dacht. Ik had ook gewoon een klein stukje kunnen kopen. Maar ik heb ervoor gekozen om een coupon te kopen voor 1,40 meter bij 1,5 meter of zo. Dus ik denk dat ik hier nog wel wat, wat projecttasjes van kan gaan maken. Er moesten ook materialen bij, zoals een tascoord. Of een, hoe noem je dat? Backstrips. Dat is van het canvas geweven tassenhengsel. En natuurlijk het ijzerwerk. Dat heb ik gekocht bij het naaldbos. Ja, ik naai veel mijn tassen, dit soort tassen niet. Dus die heb ik aangeschaft. Ja, die ligt ook al 2 weken stil. Ik ben er heel ijverig mee begonnen, want ik denk dat is handig als ik op mijn markt sta. Ja, daar had ik dus geen energie en geen tijd voor om dat te gaan maken. Wat ik wel nog gedaan heb, is ik zit in mijn woonkamer te spinnen. Daar heb ik een videootje van gemaakt. Omdat ik het gewoon niet red om het hele wiel mee naar hier te nemen. Heb ik daar een video van gemaakt. Nou ja, wat je net gezien hebt, dat is een IJslandse merino die ik zelf geverfd heb. Ik ben aan het spinnen. Ik heb denk ik net een kwart gedaan, dus dat duurt ook nog wel even voordat ik daarmee klaar ben. Ik heb hier nog wel, dit is voor mijn wiel die buiten is, gebruik. Die heb ik hier in mijn studio staan, heb ik dit gesponnen. En dit is een 100% polwort. En die heb ik een keer gekregen met een Fibershare swap. Dus die heb ik opgesponnen. Die moet nog getwijnd worden. Nou ja, alles op zijn tijd. Voor de rest heb ik nog meer. Alles valt vandaag naar beneden. Gelukkig maar. Ik ben ook heel ijverig met mijn Sweet Shop blanket aan het breien. Want die wou ik eigenlijk meenemen naar Jouren onder de Wol. Afgelopen zaterdag. Het is nu maandag. 20 mei. Maar dat redde ik niet. Ik was ziek en het moest nog. Ik moet er nu nog ongeveer 30 vierkantjes aanbreien. Ja, dat ga ik niet redden. Ik moet ook nog een hele hoop draadjes afvechten. Ik heb weer verzuimd. Is niet mijn hobby. Als ik één keer ga zitten, dan hecht ik ze ook zo af. Maar anders dan blijft het vrij lang liggen. Nou, het wordt echt wel een enorme deken. Ik vind hem dus echt fantastisch. Ik brei hier al mijn Advents minis in. Het zijn 20 grams minis. En ik brei ze met een effene draad. Dus je breidt eigenlijk met 2 draden. Want het patroon wordt geschreven voor een DK garen. Ik kies ervoor om het dubbel draad dubbel te houden. Oh, hoe zit het met de draden? Dus ik brei in principe het gekleurde gedeelte. Zoals ik hier bezig ben. Dat brei ik dus met 1 draadje van een 20 grams mini en gewoon de hoofdkleur, de effene kleur, die brei ik erbij. Dus zo zwakken de kleuren iets af. Ook niet heel erg als je deze bijvoorbeeld ziet. En dan pak ik hier, laat ik dus voor het witte gedeelte, laat ik de mini vallen. Of die knip ik gewoon af. En ik brei verder met 2 draden in de effen kleur. Ja, het wordt een heerlijke deken. Ik word er echt heel blij van. Ik hoop hem af te kunnen breien met die 30. Want ik kom precies uit met 20 gram minis voor 100 vierkanten. Of voor 10 bij 10 vierkanten. Dat zijn er 100. Dus ja, dan hoop ik dat af te maken. En dan hoort er een eikoordrand omheen.
Ik weet dan niet of ik die eromheen zet of dat ik een andere rand ga bedenken. Maar ik vind hem heel erg lekker knuffelen. Het is alleen maar recht breien en short rows. Ja, ik vind het dus een heel fijn patroon. Echt om aan te raden. Lekker ontspannen. Gewoon je ding doen en voor de rest niet heel veel ingewikkeld. Naar jouw ronde de wol was ik afgelopen zaterdag. Was een hele gezellige, maar vooral ook warme dag. Ik heb mijn springtonnen natuurlijk meegenomen. Er komt even iemand buurten hier. Ik heb alle deuren openstaan, omdat het toch nog heel mooi weer is. Ik heb mijn mini springtonnetje mee. Daar spin ik dus op de beds die volgens mij in de spoede vliesbox zaten van de Tool Diva. Ik heb nog een zakje vol. Er was veel interesse in hoe moet je nou spinnen en hoe werkt het allemaal. Dus dat vond ik heel erg leuk om te laten zien. Hij past er ook maar net tussen. Hè? Nou ja, eigenlijk het enige wat ik... ik heb niks gekocht op jouw ronde wol. Het was gewoon te druk om wat te kopen. Ik stond 's ochtends eigenlijk tot een uur of één. Half twee stond ik alleen. Daarna kwam mijn moeder helpen. Maar toen was de grootste drukte al geweest. Het was 's ochtends vroeg in je eentje echt aanpoten. Het was al heel snel, heel druk, heel gezellig, heel leuk. Heel veel leuke mensen die kijken ontmoet. Ik heb er nooit geen beeld bij. Geen idee wie er allemaal kijkt. Ik praat gewoon tegen mijn telefoon. En soms denk ik wel eens, waar ben je mee bezig? Maar goed, ik vind het heel leuk om te doen. En blijkbaar vinden jullie het heel leuk. Ik heb dit hele leuke tasje van Liane van Steekjes en Zo gekregen. Die stond vlakbij mij. Dus die heb ik als aandenken. En ik kreeg van steekmarkeerders.nl. Oh god, hoe heet ze? Wat slecht van mij. Nou ja, zij kwam heel snel langs. En ze zei, ik had haar eigenlijk geen tijd om te praten. Ze zei, nee, hoeft ook niet. Hier heb je een kleinigheidje. Daar zat deze steekmarkeerder in. Die zat in een zakje met een theetje en een chocolaatje. Maar het was erg warm, dus ik had hem achter mijn geldbakje gezet en nooit waar gedacht. En toen ging ik opruimen en toen kwam ik erachter dat er chocolaatje zat, want dat was helemaal door het zakje gesmolten. Nou ja, dus ik heb alles schoongemaakt. Ja, het chocolaatje is weg geworden. En de thee ook, was ook helemaal versmolten met de chocola. Maar het idee is natuurlijk heel lief. Ik heb tijdens de markt wel wat kunnen breien. Want ja, vrouwtje stilstaan, dat gaat niet zo goed. Ik ben met deze sok begonnen. Het is gewoon een plain vanille sok, zoals ze het dan mooi noemen. Ik zet 64 steken op. De eerste toer brei ik rechts. En vervolgens brei ik eigenlijk altijd 20 toeren boordsteek. 60 toeren recht voor de boord. En dan brei ik de hak. En ik brei een oud-Hollandse hiel. Hoe noemen we dat? Dus met een heel flap en een kleine hak en daarna de boor weer naar de voet. Ik brei hem wel met slipstitches, want ik vind, dan sluit hij net wat mooier om mijn hak. Dus dat doe ik gewoon heel graag. En ik ben natuurlijk aan het breien met mijn eigen wol. Ik heb nog een plukje zitten. Oh. Dit is een nieuwe kleur. Dit is de kleur Bosk. Bos. Alleen dan op z'n Fries in Bosk. Ik heb hem hier als cake. Ik heb hem ook in mijn webshop gezet. Niet meer op Etsy. Dat is natuurlijk een hele grote verandering. Die je misschien de titel al had kunnen zien. Sorry, ik werd even gestoord. Waar was ik gebleven? Ja, nou, ik was volgens mij aan het vertellen dat mijn Etsy shop stopt. Ik heb daar nu alleen mijn adventskalender nog in staan. Omdat ik zag dat heel veel mensen die nog in hun winkelwagentje hadden staan. En ik dan toch niet zo vals wil zijn om hem dan in één keer alles eruit te halen. Maar mijn Etsy shop gaat dicht. Dat heeft voornamelijk voor mij de reden dat ik vind Etsy heel duur. Dat is echt wel een dingetje dat ik denk, jullie moeten wel heel veel kosten rekenen. En ten tweede, de betalingen gaan heel vaak mis. Steeds vaker. En ik vind gewoon, ik moet heel hard voor mijn geld werken. De mensen die bij je kopen moeten dat ook. En als dan ideaalbetalingen gewoon eigenlijk aan de lopende band misgaan.
je maakt daar melding van, er wordt niks mee gedaan, dan vind ik dat heel kwalijk eigenlijk. Dus ik heb besloten een eigen webshop te openen. Die is al live. En ik heb daar best wel al een heel veel items op staan. Ik heb ook al een shop update geplaatst. Ik heb een hele hoop leuke wolletjes geverfd voor mij en jou. Maar die zijn ook een hele hoop zijn over. Die staan online. Waaronder dus de kleur bosk. Ik heb hem hier en ik heb hem hier ook nog als string. Ik hoop dat de kleuren mooi overkomen. En buiten, dit is er gewoon een merino sok. Wil je hem op Dike, stuur me een berichtje, want ik kan hem dus gewoon herhalen. Dan verf ik hem voor je op een Dike garen. Ik heb buiten deze heb ik ook nog kleuren van adventskalender geverfd. Die heb ik ook namen gegeven die ik bij mij en bij mijn webwinkel vind passen. Zo is dit de kleur loft. Lucht. Alleen dan in het loft. Ik heb hier Iersblom. Dit is een gebaseerd op de foto van een bevroren roos. Dus je hebt eigenlijk het roze van de roos en dan het wittige van de ijs erdoorheen. Ik heb hier de kleur Teddy. Moet ik niet te hard zeggen, want dan kijk ik nou weer van buiten mij alleen aan. Alsof het roep je mij. Die is natuurlijk gebaseerd op mijn vrolijke viervoeten. Ik heb hier nog meer. Best wel heel veel. Ik heb hier de kleur Maitiesblom. Zo'n roze. Met groen. Ik heb de Discohoen. Die heeft heel veel kleurtjes. Dit zijn eigenlijk allemaal kleuren vanuit mijn adventskalenders van vorig jaar. Alleen dan op volle strengen. Ik ga even ruimte maken. Want ik had nog een paar. Hier de kleur Noorderlicht. Dus Noorderlicht. Die heeft inderdaad meerdere kleuren. En aan één kant is die grijs van het oplichten van de donkere lucht en de alle kleurtjes. Ik heb hier Bloemenloft. En daar zit een paarse spekkels bij in. Ik weet niet of je het heel goed op beeld ziet. Ik heb namelijk geen lamp aangezet, want het is allemaal erg warm. Ik heb de deur opengezet. Ik had heel veel zon in mijn studio. Nu niet meer. Ik heb hier nog twee kleuren op merino sok. Dit is de kleur waskbeer. Dat is het wasbeertje. En ik heb hier de kleur de panda. En die is gebaseerd op een panda die tussen de gele bloemen zit. Dus deze heb ik. Ik heb ook de kleuren op Dike geverfd. En dan pakken ze soms totaal anders uit. Ik kan dat laten zien met de kleur panda. Die heb ik dus hier op merino sok. En hier op Dike. Het is dezelfde kleurstelling. Deze pakken compleet anders uit. Wel heel erg leuk. Ik zal hem even apart laten zien. Dus in Dike heb ik de kleur panda. Ik heb hier waskbeer. Die kunnen ook heel erg leuk samen. Deze is wat geler, die wat meer bruin. Ik heb de kleur Teddy in. Is ook een hele leuke set om met z'n drieën te doen. In die key de kleur Loft. Iersblom. En Bloemenloft. Die zou ook heel leuk met gewoon Loft kunnen. Deze staan allemaal al in mijn webshop. Ik zou weer bijna zeggen in mijn Etsy shop. Maar echt niet. Mijn webshop kun je vinden op www.vrouwkjeswolboutique.nl. Ik zal hieronder in de beschrijving ook gewoon de link zetten. Ik heb hier nog wat minis. Die moeten nog in mijn winkeltje geplaatst worden. Dat heb ik nog niet kunnen doen. Hij is wel up-to-date naar jou onder de wol. Maar ik had gisteren echt geen energie meer om iets te doen. Dus ik heb mijn spullen uitgeladen. Ik heb de auto teruggebracht. Mijn webshop bijgewerkt. En dat was het.
Maar ik heb dus zebra minis. Die komen allemaal per stuk in mijn Etsy shop te staan. Zodat je ook iets kleins zou kunnen bestellen. Even kijken. Heb ik hier nog 3. Ik heb 8 kleurtjes. En dit zijn zebra minis. 100% merino. Dus 1 strengetje is 20 gram. 100% merino. 80 meter per strengetje. Dus als jij 4, 5 strengetjes hebt, kun je al een hele leuke muts breien. Of gewoon leuk in een trui als accentkleurtje. Maar deze moeten nog in mijn winkel geplaatst worden. Zie je nu de filmpje en je denkt, ik wil eentje. Stuur maar gewoon een mailtje. Dan gaan we dat gewoon regelen. Wat ik ook nog heb. Is een minis club. Want ik ben natuurlijk gek op minis, mini strengetjes. Ik ben nu aan mijn Sweet Chill blanket aan het breien. En ik heb mijn memory blanket al klaarstaan in de woonkamer. Nou, dat nodigt wel heel erg uit om daaraan te gaan breien. Als jij dus een mini een restjes deken of een mini deken of scrappy socks. Of wat dan ook van minis wil gaan breien. Heb je minis nodig, restjes nodig. Ik heb daarvoor een club bedacht. En de club die loopt van juni tot en met december. En die heeft de kleuren van de regenboog. Dus de eerste maand beginnen we met de kleurstelling rood. En je kan kiezen uit 3 minis of 6 minis. Die je kan bestellen via mijn webshop. Ik heb ervoor gekozen om 2 opties aan te bieden. Zodat je ook een lagere prijs kan meedoen. De eerste kleur is rood, dus je krijgt 3 of 6 minis met kleurstelling rood. Dus dat kan een effen rood zijn, het kan gespekkeld met rood zijn. Het rood heeft eigenlijk altijd open hand, zodat je eind van het jaar, als je allemaal zou bestellen, een complete regenboog hebt. Dus je kan hem allemaal opbreien en een regenboogdeken maken. Of je zegt, nou ja, leuk die regenboog, maar ik heb een schurfdekel aan blauw of een schurfdekel aan paars. Sla je die maat gewoon over, dat is natuurlijk ook geen probleem. Je kan nu bestellen tot en met de 10e en ik probeer ze rond de 25e dan te versturen. Vanaf de 10e volgende maand kun je bestellen voor de maand daarop. Ik zal ook die link hieronder in mijn beschrijving zetten, zodat je alles rustig kan nalezen. Begrijp je me niet helemaal, stuur ook gerust een berichtje. Wat ik voor nu nog heb, is eigenlijk alleen de giveaway uitslag. Want ja, die had ik vorige keer beloofd. Ik heb de bolle tenselblauw. Ik heb hier een streng linnen. Ik heb een aantal patronen. En ik heb daarbij gedaan bloemen voor de winnaar. Dus bloemen voor de winnaar in roze tinten. Vond ik heel toepasselijk. En ik heb hier nog een streng. Moet ik wel goed kijken. Memmedij van 2022. Ik denk, ja, moederdag is al geweest. Dus dit jaar heb ik daar helaas geen kleur van gemaakt. Dit pakketje is gewonnen door Tromgeroffel, want ik heb een filmpje ervan gemaakt. Liana, van harte gefeliciteerd. Jij mag mijn berichtje doen, zodat het pakketje jouw kant op kan komen. Ik hoop dat je het leuk vindt. Voor nu was het dit mijn video. Ik werk aan mijn stem dat het ook meer dan genoeg is geweest. Afgelopen zaterdag heeft het ook niet veel goed gedaan. Heel veel gekletst, heel gezellig, heel leuk. Maar ja, we moeten nu weer terug aan de arbeid en gewoon weer ons ding doen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag, week, middag, avond. Wanneer je ook kijkt. En ik hoop je heel snel weer te zien. Doei doei!